Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Magisch moment, we hebben dames en heren de Full Iron. Overleven. Als een baas. Het is wel weer lachen hoor, het is wel... Dit is wel weer dat oude leuke Minecraft gevoel en ik zit heel erg... Oh man, toch wel handig weer. Even gewoon die toortjes plaatsen, even gewoon weer 500 extra koolblokjes vinden. Dat is waarvoor we het doen, dat is zo lekker. Oké, en dan staan we hier. Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. Fucking veel XP in één keer erbij. Nou, ja. Op naar de Full Iron. Full Iron, Full Iron. Of steel, hoe heet dit? Iron. Eerst een zwaard. Dan... De pickaxe. Oké, pickaxe twee keer. Zwaard en pickaxe hebben we. Dan een helmpje. Oké, dan een broek. Gaan we er wel komen? Ja, nou. Oh nee, niet een iron blok en een iron D. Volgens mij kom ik echt één iron blokje tekort voor de full iron. Kutzooi! Nou, jammer, hoort erbij, onderdeel van het leven. Zo. Oh, vier iron blokjes heb ik daar nog. Holy moly. Full iron it is. Hartstikke fijn, Bardo. Lekker bezig, vriend. Lekker bezig. Ik zit tegen mezelf te praten nu. Laat me, oké. Ja, dan maak ik ondertussen even een extra kist erbij. Want op het moment van spreken worden mijn kisten wel echt overvol. En dat is met name omdat ik een pro Minecraft speler ben. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. En dat is in alle eerlijkheid natuurlijk weer heel erg intens. Duurt even dit. Maar dan heb je ook weer je kist terug. Zetten we die daar neer. Zetten we die daar neer. Ja, hout. Gravel, cobblestone, hout, gravel. Ik klik er gewoon alles erin en daarna pak ik alles eruit wat ik nodig heb. Ik zag de torches heb ik sowieso nodig. Die heb ik niet nodig, die heb ik niet nodig. Coal is handig. Iron. Die. En dan heb ik wel een beetje alles. Ik zweer het je, ik ben echt zo erg verbaasd over hoe goed deze serie gaat. Ik zit echt helemaal wauw. Oh, magisch moment. We hebben, dames en heren, de full iron. Holy shit. Ik denk dat ik nu echt zoveel mensen, zo belachelijk veel mensen die deze serie kijken, die vallen nu achterover in verbazing van wow. Bardo doet iets wat iedereen kan. Eindelijk. Het is niet zo spectaculair als dat ik het nu maak hoor, dus vandaar dat ik het ook direct duidelijk maak dat ik het niet moet overdrijven. Maar ik doe het wel. Ik overdrijf dit echt alsof ik een Oscar ga winnen. Een Nobelprijs voor de vrede, dames en heren. Het begint er wel naarheen te gaan, vind ik zelf. Oké, ik heb heel veel kobbel. Wat ik nu ga doen namelijk is dit. Tjaka tjaka. Hoppakee. Dan kan je hier zo eraf en dan... Kijk. Anders is deze hele... maak ik alleen maar één groot teringdoolhof ervan. Hier kan ik naar beneden. Ja, cool. Kan je hier zo naar beneden en daar. Nou, hartstikke mooi. Ik heb nog wat zand. Nou, dan flikkeren we dat zand ook gewoon weg. Daar, jee. Jee. Kijk, jee. Nu hebben we een beetje een mooie... Alles wat mooier gemaakt. Zo, jee. Iedereen blij. Oké, cool. Kan ik weer verder. Helemaal chill. Helemaal cool. Toortjes bij de hand.
Tot nu toe, we spelen het heel zakelijk, moet ik eerlijk zeggen. We zijn niet echt op avontuur geweest. We zoeken niet echt naar leuke dingen of wat dan ook. Maar tot nu toe doen we wel precies wat we horen te doen. Overleven. Als een baas. Kool, 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 kool. Even alle kool pakken. Altijd handig, altijd handig. Je zou maar Nicole heten. Snap je? Nicole met kool en... Oké, ik ga door met mijn leven. Dit is... Die humor is wel leuk, alleen je moet het wel weer kunnen begrijpen. Hè? Dat is weer zo jammer. De humor op zich is niks mis mee. Het idee van de humor is leuk. Ja, het is wel moeilijk. Het is en blijft een moeilijke humor. En gewoon nog wat iron, hè. En gewoon nog wat iron. Deze man, ik dus. Ik zit hier dus Minecraft te spelen alsof het echt niks is. Alsof iedereen dit zomaar doet. En dat doet iedereen ook zomaar. Dat is het nadeel. Alleen ik niet. Ik ben de enige in heel Nederland die dit niet zomaar doet. Daarom is het ook zo opmerkelijk dat ik, uitgerekend ik, dit aan het doen ben. Even hup, schep. Ja, cool. Ja, dus ik ga even kijken of hier nog iets te vinden valt. Ik vind het zo handig aan zand, dat kan je zo makkelijk lekker snel wegtikken. Zo, tak, 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 tak. Wie weet vind je hier nog wel een keer wat. Kijk, dan zou het leuk zijn. Iets vinden ben ik altijd voorstander van. Helemaal als het waardevol kan zijn. Zoals een diamond! Oké, gaan we gewoon nog een keer... Oh, iron! Heel veel iron. Zie je wat ik zeg? Voilà, zemmel. Ik heb helemaal gelijk, hè. Al die iron. Het is weer even genieten geblazen hier, ook. Wie weet wat we nog meer vinden. Zie je zo meteen gewoon een fucking creeper. En dit is echt in één keer weer het gevecht aan. Dat zou ik echt heel kut vinden. Maar ja, aan de andere kant, hè. Wat hebben we te vrezen? Ik bedoel, ik heb een full iron pak. Gevechten verlies ik nu echt niet meer zomaar of zo. Okay. Oh, kijk, nog meer iron in het hoekje. Kijk, en daarom moet je altijd deze ruimtes even uithollen. Zit hier nog misschien een klein cadeautje van Notch? Nee, maakt niet uit. Ik denk dat we hier wel genoeg gaan hebben. Fucking veel iron er weer bij. Ik kan gewoon genoeg gaan voor de tweede full iron als ik dat wil. Ik heb alleen, in alle eerlijkheid, niet heel veel idee verder waar ik nu heen moet gaan met het spel. Omdat ik nooit had gedacht dat ik zo ver zou komen. Ik had oprecht gedacht, dit wordt even lekker een half uurtje Minecraften. Leuk voor Banjo Town, dan is iedereen weer blij en dan kan ik verder met mijn leven. Alleen dit loopt uit op een serie. Godverdomme, ik moet de Walking Dead serie doen, jongens. Kom op. Daar ben ik mee bezig. Dit ziet er nu wel heel erg bij in. Stomme Bardo. Stomme Bardo. Het is niet mijn allerslimste zet aller tijden, maar ja. Het is wel weer lachen, hoor. Dit is wel weer dat oude leuke Minecraft gevoel. En ik zit heel erg... Oh, man. Ja, ik zit heel erg zo van... Hey, kijk, goud. Chill, eindelijk heb ik weer wat goud. Nou, dankjewel goud. En we komen aan bij het zand. En je weet de filosofie van de zand, wat wij altijd doen. Oké, ik heb geen zwaard meer. Nou, zonder zwaard is mijn filosofie ook grotendeels weg. Ja. Oh, heel veel iron. Daar ben ik blij mee. Alle iron pakken die er te pakken valt. Oh, kut, ik ben toortjes vergeten. Zie je hoe belangrijk toortjes zijn? Helemaal donker. En hier zo dan. Oh, Bardo. Oh, hier zit gewoon kool. Even kool pakken. Toch wel handig weer, hè? Even gewoon die toortjes plaatsen. Even gewoon weer 500 extra koolblokjes vinden. Dat is waarvoor we het doen. Dat is zo lekker. Zo, eens even kijken. Tot nu toe heb ik niks te klagen eigenlijk. Die kool blijft wel binnenstromen. En het goud, het is weer goud. Het duurt echt niet lang voordat ik mijn eerste diamond ga vinden, hoop ik. Die hoop ik er nog bij. Ik hoop het ook dat ik die diamond ga vinden, maar ja, ik betwijfel het ook weer ten eerste. Laten we eerlijk wezen.
De kans dat Bardo in een diamond armor gaat lopen op hardcore survival. Ik denk dat die kans vrijwel nihil is voor iedereen die mij en Minecraft kent. Het is nou niet echt de geschiedenis waarvan je zegt, ja, wees er trots op, Bardo. Hè? Nee. Oké, misschien ergens een blokje diamond. Een piepklein blokje. Hè? Hoeft niet veel te zijn, maar gewoon een diamond. Een diamond blokje ergens. Ik hoop het zo. Het zou mij verschrikkelijk gelukkig maken. Om een klein diamond blokje te vinden. Ik zit hier een aanloop te nemen van hier tot Tokio. In de hoop dat ik het diamond blokje ga vinden. Iron blokje! Lava! Lava! Oké, ik heb een idee. Sowieso eerst dit is heel belangrijk. Cool. Dat we in ieder geval deze hal licht hebben gegeven. Oké, en dan staan we hier. En dan, zit ik even te denken. Misschien als ik dit allemaal weghaal, dat ik ergens een diamond blokje kan gaan vinden. Je weet het maar nooit. Kijk. Ah, gravel, flikker op met je gravel! Vervloekte kut gravel. Het zit er helemaal vol mee. Ah, daar ook al. Ah, kijk, hier komen we ergens. Nou, daar weer niet. Hier weer wel. Hier weer wel. Daar weer ook. Oké, dan hier. Weer niet. Helemaal verschrikkelijk dit. Echt helemaal te huilen. Volgens mij raak ik echt heel ver verwijderd van de lava nu en dan... Oh! Nou, ik heb wel redstone gevonden. Ja, ik zit ook even zo van, ja... Dit is wel weer iets, maar niet wat ik helemaal bezocht eigenlijk. Oh man, ik ben mijn lava kwijt. Zoveel gravel, ik denk dat daar wel weer die lava zal zijn. Je zou zeggen dat daar de lava is in ieder geval. En dan moeten we daar naartoe en dan... Oh, helemaal kut. Wat een ramp. Oh, hier. Oh, cool. Ik heb echt gewoon een heel rondje gelopen eromheen nu. Geen diamond. Zagen jullie wat daar bijna gebeurde? Oh, het scheelt zo weinig. Oh, dat scheelde weinig. Ik let even niet op. Ik liep naar achteren en ik liep zo bijna de lava in. Nou, dat is gewoon heel erg dom. Dat zou echt, echt dom zijn als ik op die manier dood moet gaan. Dat zou ik echt zonde vinden. Waarom vind ik hier geen diamonds? Ik zit ook echt het hele vertiefde... Kom op. Hier is zand. En je weet mijn theorie over zand. Nou, oké, toch niet. Dit is gewoon gravel eromheen. Kom op. Kom op. Dit is echt een tergende rit aan het worden. Eén hardcore blokje diamond.
één blokje. Eén fucking diamond blokje op hardcore mode. Het zou toch echt... Bijna de Telegraaf zou er bijna over kunnen schrijven, zeg maar. Het zou iedereen's leven beter maken. Kom op. Dat was mijn laatste pickaxe. Nou, dan kunnen we net zo goed weer teruglopen. En ondertussen lekker toortjes plaatsen. Anders lopen hier allemaal monsters straks mijn huis binnen. Waarom dat diamond blokje? Hoppa. Helemaal kut. Het gaat echt gewoon om een diamond blokje. Meer dan dat hoef ik niet. Ik zou het gewoon heel cool vinden als ik op hardcore mode uitgerekend Bardo Allens van Banjo Movies. Dat die dude een diamond blokje kan halen op hardcore mode. Kijk, als je kijkt, dan heb je gewoon geen enkele reden meer. Jouw vrienden, andere YouTubers. Niemand heeft dan meer een reden om te zeggen... Ik kan geen diamond blokje halen op hardcore mode. Jawel, iedereen kan hardcore mode. Ik kan zelfs een diamond blokje halen. Dan kan iedereen het halen. God. God, god, god. Oké, hier hoef ik niet te zijn. En dit was echt heel riskant, Bardo. Jezus. Zit er echt gewoon een gat om u tegen te zeggen. Jezus Christus. Hier niet toch? Nee, mooi. Oh. Ik heb het er echt een doolhof van gemaakt om u tegen te zeggen. Oh, het voelt zo naar. Het voelt zo verschrikkelijk naar. Dat diamond blokje. Dat diamond blokje. Het gevoel ook gewoon. Ik heb een diamond blokje. 22 iron er weer bij. Kijk dan. Ik weet niet meer wat ik moet met de iron. Zoveel iron heb ik nu. Wow. Kijk de belichting. Kijk. Kijk naar de facecam. Nu zie je mijn gewone gezicht. En dat komt door het vuur. Allemaal handen na het scherm. Ah, de kachelvuur. Wacht even. Wat warm hè jongens. Zo'n kachel. En kijk. Hup, is de belichting weer anders. Ik vind een mooie belichting met de vuur van de kachel zo. Hallo. Nou, kom op. Ik heb weer die andere kutcam. Oh, helemaal verneukt. Het maakt ook helemaal niet uit. Ik kan het ook wel zo besturen hoor, als het moet. Huppakee. Alle kobbel. Oh man. Ik heb echt deze serie. Je moet echt even met me meedenken. Ik begin voor de lol een Minecraft-serie. Ik heb nu heel veel FIFA en The Walking Dead gespeeld. En ik dacht bij mezelf, leuk, ik maak weer 3 afleveringen Minecraft. En ik leef nu nog steeds. Ik heb geen idee hoe lang deze hardcore doorgaat. Dit is alweer, deze serie is het levende bewijs dat wij bij Banjo Town nooit expres doodgaan. Wij proberen altijd het beste ervan te maken. En nu wordt het in één keer het beste. Dat vind ik nogal opvallend. En ja, ik weet niet wat ik ermee moet eigenlijk. Ik zit echt, ja. Ik heb geen idee. Ik heb oprecht helemaal geen idee. Het is nog nacht en ik heb een full iron. Dit is echt veel te veel. Ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen. Maar ik ben wel blij. Banjo!